Genomineerd als Albert Heijn Talent van het Jaar. Jacob de Roos. Hallo, ik ben Jacob de Roos. Ik ben 16 hier en ik kom uit de Westrein. Ik ben zwemmer. En ik ben hier begonnen in de Westrein en ik zwem nu in Drachen via het RTC. Voor de bieden KNCB. En dit jaar ben ik Nederlands kampioen waren op de 100 meter schoolslag en tweede op de 200 meter schoolslag en 400 meter wisselslag. Ik ben begonnen toen ik zo nieuw was, omdat mijn broer ook op zwemmen zit. En toen ik ermee begon, toen vond ik het zwemmen heel leuk om te doen. En ik werd er telkens wat beter in en had ik wat wedstrijden won en daardoor is hij stil die teruggang en ik vond het heel leuk om te doen. Ik ben in de Westrein begonnen en ik moest uiteindelijk naar Drachentaal omdat daar een professionelere ploeg was en betere begeleiding. En een 50 meter bad, want de belangrijkste wedstrijden waren in 50 meter bad zwom. En hier in de Westrein is een 24 meter bad. Het is bijna net mogelijk om hier echt verder te gaan. Dus als het beter was in het zwemmen, dan moest je wel naar Drachen of uiteindelijk zelfs naar Eindhoven of Amsterdam te. Omdat daar gewoon volle meer mogelijkheden binnen. En ik zit nu rond de 20 uur in een week trainen. En dat is hier net mogelijk. Ja, ik train 6 dagen in de week, rond de 20 uur. En ik ben heel ambitieus om te zwemmen. Maar voor de rest kan ik net heel goed vergelijken in mijn oren spatten, omdat het gewoon heel oors is. Op korte termijn wil ik de EEK in Hongarije halen, de Europese jeugdkampioenschappen. En op lange termijn de Olympische Spelen in Tokio en bij een NTC zwemmen. Bij Eindhoven of Amsterdam.